6 en dan pakken we... Attention all units, citizens. Ja, rookontwikkeling al. Prio 1, ongeval met beknelling. Gebouwbrand aan de gang. Het is vandaag wel de dag van de gebouwbrandjes. Blussen, oké, blussen, snel blussen, snel blussen, nu. Ga blussen, ik ben hier weg, vriend. Ga nu blussen. Godverdomme. Oh ja, dat is een flinke. Hallo mensen, leuk dat we kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTR5L, SPD4 en more. En vandaag ga ik op pad met de brandweer TS. We gaan onze spullen testen. Dat is hier zo. In ieder geval even, het regent nog buiten, dus we gaan even niet naar buiten. Ja, we kunnen natuurlijk niet binnen gaan spuiten. We gaan in ieder geval even kijken of de hoge druk het doet. Vandaag een 24 uur dienst. Het is nu 6 uur 27. Dat moet natuurlijk 7 uur 27 zijn of 8 uur 27. Zou wat logischer zijn. Die doet het, sorry mevrouw, niet schrikken. Ah, ik moet even heel snel everyone ignore player aanzetten. Anders komt weer iedereen om me afgerend en wil me dood schieten. Dus we gaan het zien wat de 24 uur dienst ons gaat brengen. Die doet in ieder geval chauffeur voor vandaag, maar ook manschap 1, 2 en bevelvoerder ben ik. Hun lopen vooral achter me aan, maar doen niet heel veel. Oké. Sirene even heel snel getest voor de mensen die hem hoorden. Alles doet het. Dat betekent dat wij inzetbaar zijn voor meldingen. En we gaan ons laten verrassen wat dat vandaag allemaal gaat zijn. Misschien kunnen we een oefeningetje doen achter de kazerne straks. We gaan het zien. In ieder geval 1 TS vertrok net al zoals je hoorde, denk ik. Nee, toen was de opnames geloof ik niet begonnen. Er was in ieder geval een TS vertrokken. Nou, het mag wel wat beter weer worden vandaag. Weet je wat jullie gaan doen? Ik word een beetje zenuwachtig als jullie steeds achter me aanlopen. Dus jullie gaan lekker in de auto zitten. En ik ga even mijn ding doen. En daarmee bedoel ik gewoon even achter de kazernes kijken. Of daar nog een autovrak staat die we mogen gaan gebruiken vandaag voor een oefening of zo. Nee, hier staat helemaal niks. Dat is niet mooi. Maar het is niet anders. We kunnen altijd wel kijken of iets... kijk, je kunt natuurlijk inspannen. Maar als er iets staat, zou het helemaal mooi zijn. Zo. Nee, we gaan niet naar een melding. We gaan wel boodschappen doen. Wordt er ook bij de 24 uur ziens. Ja. Jullie mogen allemaal trouwens even erbij komen zitten. Zo al. Ja, boodschappen doen, gewoon inzetbaar voor meldingen, uiteraard. We gaan hier de boodschappen doen bij de... Hoe heet dat gebeuren bij het tankstation. Ja, omdat er zijn gewoon geen winkels in of supermarkten in GTA. En dus moet je het hebben van de supermarktjes bij de tankstations. Dus jongens, we gaan vanavond eten. Pizza. Yo. Goedendag schotel. Nou, er is niemand. Oké. Okay. Nou, pils mogen we niet. Pizza. Hier zie ik pizza. Pizza, pizza. 1, 2. 2 pizza's. Is hier nog pizza? 1, 2, 3.
4, 5, oh, oké. Okay. 7 pizza's. 2, hier 3. Hier nog eens 2. Iedereen 1 pizza, hoeveel zijn we ook alweer? 6 en dan pakken we... Ja, oké. Okay. En als je goed luistert hoor je op de achtergrond kazerne alarm. Wij komen later terug, ook al is er niemand. Jongens, ademlucht omdoen. Ja, nee, het hoeft allemaal niet snel joh. We zijn alleen maar onderweg naar een gebouwbrand. Prio 1 gebouwbrand, brandgebouw, zoals er in de melding stond. Het zou een appartementcomplex zijn. Meer onbekend, meer niet bekend bij ons. Ik heb ook nog niks ter plaatse horen komen. Zou dat kunnen zijn als ik even denk? Ja, waarschijnlijk die motorclub die in de hand staat. Ja, daar zit hier echt gewoon een begrenzer op. Je gaat echt niet veel harder met dat ding dan 90. Oh, we moeten rechtdoor. Kut. Nou, het kan nog de motorclub zijn. Ik wilde naar rechts gaan, maar er is nog eentje verder. Maar ik had hem zeg maar gegooid op rechtsaf. En dan kwam ik toch in problemen met verkeer. Of het is... Ah ja, ik weet al waar het is. Nee, het is wel een motorclub. Maar we moeten niet verkeerd rijden, want nu gaan we verkeerd rijden. Hij gooit me dan via de paardenrenbaan en dan sta je daar en dan kun je nergens heen. Gaan we niet meer aanrijden? Nee. Hier zou het moeten zijn. Ja, het is wel brand. AC 8231 bevestigd brand. Ja, dat was bekend, anders bellen mensen de brandweer niet. Lijkt een klein brandje, wij gaan plus over. Toch wel een flink brandje, de hele woonkamer staat in de hands. Een oud gebouw, hè? Die zit allemaal hout. Toch wel groot, alleen heeft er
rookontwikkeling zich echt tot binnen gehouden en is niet via een uitweg naar buiten gegaan. Dat is op zich wel een goed teken dat de gasten gewoon nog steeds fik. Gewoon nog steeds iets. Ja, hier ben ik. Nu zal weg brandmeester zijn. Het waren wel hoor, het was zich goed onder controle te krijgen. Een naverkenning wordt gedaan door mijn brandweercollega's. En dan gaan wij, of ik in ieder geval, opruimen. AC, 81, 2, nee ik weet het al niet meer, hoe heet het ook alweer? 82, 31, brandmeester ruimt spullen op en is vertrokken weg van incident. Gaan wij boodschappen doen jongens. Hier om de hoek is geloof ik ook wel ergens een winkel. Maar waar? Einde van deze straat, ja. Jullie met de armlucht naar binnen. Ik pak snel de pizza's. 1, 2, 3, 4, 5. Zijn met 4. 1, 2, 3, 4. Zo. Afrekenen. Kassa. Voordat we melding krijgen. Hallo. 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 Is het zelf service hier of zo? Nou, dan doen we maar zelf scan. Bliep, 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 bliep. Nee, wacht, hoeveel? 1, 2, 3, bliep, 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 bliep. Oké, goed, ja. 10 euro, hoppa, kaching. Goedkoop pizza, jongen. Oh nee, ja, nou ja, nou ja, nou, ik vind het goed. Kom. We gaan retour kazerne. Het is, weet ik veel hoe laat. En mogen we ondertussen ook gewoon die ademlucht eraf doen, hè. Nee, ademlucht omdoen jongens. Melding, ga nou afdoen of niet? Kom, stap in. Gebouw brand, prio 1. Wederom, appartement in de hens. Hier al op. Moet je niet wel op de hoofdweg uitkomen, maar eens uit hoe we dat doen. Auto gaat niet daar stilstaan. Je ziet het gewoon gebeuren. Ik zet het ook helemaal niet tegen. Krijg we nog, vriend? Ja, ook ontwikkeling hoor.
Naam ligt op. Rookontwikkeling lijkt al minder. Ja. Nou, uitslaan. Nou, gewoon binnen aanval doen met z'n vieren. Want dat ding werkt niet echt. Je moet zeg maar een animatie krijgen tot er waterstralen uit de grond komen. En dat gebeurt niet. Ik blus waarschijnlijk gewoon door het gebouw heen. Oh, 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 ja, dat... Nee, nee, niet. Niet in de fik vliegen. Sta even op, sta even op. Ik moet je wel blussen zo. Heeft hij geluk. Brandweerman, gewond. Oké, brandmeisje. Hier moet gelucht gaan worden. Dus de deuren zetten we open. Kom. Hebben we nog genoeg water? Denk ik gewoon niet. Nee hè. Goed, AC 8231, brandmeester, retour, kazerne. Goed, en zo waren we nog maar met z'n drieën. En de maan is uit, bevelvoerder hebben we toch niet nodig, want ik heb die taak al op mij genomen. Misschien komt hij zo meteen opeens... Nee, ik raak die niet eens, dat is onzin. Misschien komt hij zo meteen weer eens bij de kazerne aankijken. Oh, daar wordt geschoten. Oh, daar gaat geschoten. Schiet hem in, schiet hem in, schiet hem in. Lekker pik. Nee, mensen niet schrikken. Wij zijn maar de brandweer en de politie. Niks aan de hand. Iedereen gaat nu schrikken. En dat moeten we niet hebben. Prio 1 ongeval met beknelling. Politie is al ter plaatse. Het kan nooit echt heel hard zijn geweest. Ah kut, het is wel op die padenrenbaan. Maar dan kan het wel hard zijn geweest. Er ligt er eentje op zijn kop. Het is al tegen de avond aan het lopen. Kut. Ja, dat wordt een nieuwe TS. Oh nee. En dat betekent ook dat we nog moeten gaan eten en zo. Ik hoop dat we hier gewoon kunnen blijven rijden en ook mogen blijven rijden. En dat we niet vast komen te zitten. Oké, okay, er ligt er eentje op zijn kop, dat scheelt al. Oké, okay, meerdere slachtoffers zo te zien. Oké okay, jongens, jullie mogen het voertuig gaan stabiliseren. Ik ben nou iedereen kwijt. Oh, ik dacht al. Jullie mogen... Waarom rent hij nou weg?
Jullie mogen de... Waarom luistert niemand meer, vriend? Goed, dan ga ik alles zelf doen. Daar ligt iemand, hier op... Hier ligt iemand gewond. Ah, voertuigbrand, jongens, voertuigbrand. Blussen. Als het uit is, zeg het maar even. Lekker pik. Oké. Ze willen niet echt luisteren naar Revive Pet. Zo is een ambulance ter plaatse. Voor de rest zit er geen... Personen maar in de auto's. Terwijl even de motorkap eraf zien te halen. Dan zul je zeggen van, je zit aan de achterkant. Ja, dat klopt, maar dit is ook... Hier zit de motor ook. En bij deze ook. Kijk, dat is wel grappig. Je kunt echt heel leuke dingen met dat ding doen. En de deur eruit halen. Oké, er zitten geen mensen meer in. Nou, hebben we ook meteen onze THV oefening gedaan, technische hulpverlening. Deze dan wel af. Nou goed, een beetje gespeeld met de auto. Ambulance is onderweg, voor ons zit erop. Voertuigen veiliggesteld zijn, gestabiliseerd. Zit ook niet meer in. Accu's zijn ontkoppeld, ontmanteld door ons. Met ons puikdingetje. Collega's, jullie hebben helemaal niks gedaan, dus bedankt daarvoor. Ik speel hier nog een beetje mee. En dan zal ik zeggen, jullie op de kazerne. Wat doe ik nou? Wow, hoe heb ik dat gedaan? Goed, oké. Ja, ik ga naar de kazerne, daar gaan we eten en hopelijk ook wat slapen. Ik zie jullie daar. Daar gaan we. Ja, ik was bezig met andere dingen. Pizza hadden we gelukkig op. Maar ik hoor opeens, dat is wel vet aan deze mod. Zitten we nou met z'n drieën? God man, de juf komt nou eens erin, joh. Ja, stap. Ja, stap in. Even naar buiten. Dan kunnen we daarin stappen. Gebouwbrand aan de gang. Het is vandaag wel de dag van de gebouwbrandjes. Maar ik was even bezig met andere dingen. Ik was mijn eigen video aan het kijken. Soms maak je dan een video en dan weet je achteraf eigenlijk helemaal niet van hoe zag die ook alweer uit. De politie rijdt ook mee, gebouwbrand, maar die rijden gewoon door. Het is laat op de avond, er komt wel een trein aan. Dus nu wil ik de sirene aanzetten voor de trein. Maar als laatste avond, dus de sirene laten we uit, tenzij het echt nodig is. Want, zoals ik elke video zeg, zonder blauw of zonder sirene, geen voorrangsvoertuig. Dus, jij hoeft mij nu geen voorrang te geven als je niet zou willen. Sirene is best zacht, geloof ik. Want ik hoor hem al nauwelijks. Ik hoop dat het bij achteraf, als ik de video edit, dat die wel goed te horen is. Andere TS van andere kazerne is ter plaatse. Brand betreft rechts. Oké,
jullie zijn hier begonnen, dan gaan wij ander gebied pakken. We hebben gelukkig ook bijgevuld. Nog geen rookontwikkeling te zien, geloof ik. Werkverlichting zetten we aan. En wat voor een? Oh, wacht, vergeet ik het weer. Ik wil even alles openzetten, hè. Zo. Nou, hier zie je wel genoeg door, lijkt mij. Oké, okay, binnenaanval van de 8231 achterzijde pand. Geen rookontwikkeling te zien, dit is normaal. Nog ook geen brandvorming te zien. Ik weet niet of de melding was binnengekomen als er een gebouw brand of tot gewoon iemand heeft gebeld dat hier misschien een alarm binnen afging. Het is natuurlijk s'avonds. Oké. Het is natuurlijk s'avonds laat. Ik verwacht niet dat hier nog mensen aan het werk zijn. Dus verwacht ik ook niet dat hier echt iemand vanuit binnen heeft gemeld dat er brand is. Te zien is het ook niet het geval dat er hier brand is, want dan zou dat hier moeten zijn. De warmtebeeldcamera staat aan. Laat geen brandwaardes zien. Dus wij gaan retourmeldkamer AC loos inzetten. Wij gaan retour kazerne waar wij snel gaan slapen. Van slapen gaan niet veel komen, denk ik zo. Prio 1 ongeval beknelling. Ja, dat was in Rotterdam serieus hetzelfde. We rijden, of we hadden de hele dag, ja natuurlijk, zoals je weet als je de video niet hebt gezien, zeker afkijken. Van mijn 24 uur zien ze in Rotterdam. We hadden de hele dag redelijk rustig gehad. Laat op de avond, of nee, laat op de middag zeg maar, 4:15 geloof ik. We hadden wel nog een grote brand, dus dat was wel gaaf. Of ja, gaaf, niet fijn van de mensen waren van de woning, maar in ieder geval een melding. En toen tot 10 uur weer niks. Gelukkig wel lekker kunnen barbecuen en zo. Dus dat is dan ook wel lekker. En 10 uur, 10:30 niks. 10:30 kregen we een melding, prio 1 assistentie ambulance. En daarna reden we terug naar de kazerne. En toen gingen wij, reden we echt achteruit. En de portofoon ging alweer. Ja, eerst gaat de portofoon, dan gaat de pieper pas. Dus portofoon gaat, dan kazernealarm, dan pieper. Dus wij wisten eigenlijk al dat er een melding zou komen voordat het kazernealarm en de pieper afging. Maar goed, ja, dus echt achteruit en we reden weer weg met spoed. Prio 1 was dat, of prio 2, maar het werd opgeschaald prio 1. En toen was ik moe, ik ben geslapen, maar ik sliep echt heel vast. En hun sliepen nog niet eens, de brandweermannen of zij, weet ik het hoe je dat, hun of zij, dat verschil weet ik nog. En die sliepen nog niet eens en toen ging alweer het kazernealarm voor een prio 2. En hij bleef bij een prio 2. Weer brand jongens, weer brand. Blussen, oké, okay, blussen, snel blussen, snel blussen, nu. Ga blussen, ik ben hier weg vriend. Ga nu blussen. Godverdomme. Blus die fucking auto. Nee. Gaat fout. Gaat helemaal fout. Hoe kun jij niet dood zijn? Je bent twee keer naast een ontploffende auto en mijn brandweermannen zijn wel dood. Oh, er ligt nog iemand onder. Oké, okay, AC opgeschaald, middel HV, middel brand, ambulance en politie deze kant op. Oh, ik kan gewoon lukken. De weg hier stil zetten. Nee, we hebben wel meteen die auto van, van de persoon afgehaald. Oeh.
uitgaan. Ja, hij is uit. Nog een eerste plaatsen. En zo was ik nog maar alleen. Ambulance en politie zijn ter plaatse. Ik denk 3 slachtoffers, 2 brandweermannen. Even de schade hier bekijken. Hier ligt nog wat brokstukken. Hier ligt nog een wieldop. Nou, we kunnen wel stellen dat dit een dodelijk ongeval is. Goed, oké. Het wordt geloof ik wel bijna ochtend. Dus wij gaan naar de kazerne weer terug. Maar ik heb alleen geen collega's meer. Maar goed. Oh, sorry. Ik wist niet dat jullie uitgestapt waren. Nee, ben je niet. Ja. Ik doe ze oprecht niet zelf, hè. Al deze meldingen vandaag zijn gewoon echt van de mod. Door de mod ingespand. Even de trambaan. En nu weer de gewone weg. Lekker gedaan. Brandgebouw. Life Invaders Office. Ja, ik sta er alleen voor. Echt letterlijk alleen nu. Dat stond ik toch al. Dus eigenlijk kun je net zo goed gewoon solo gaan rijden. Maar je krijgt de collega's erbij bij de mod. Nu moet ik even niet praten. Maar je merkt dat... Ja, laat maar. Ik heb zo'n kriebel in mijn keel. En hoe langer je praat, hoe erger die wordt. Dus ik moet even ondertussen iets drinken. Oh, verkeerde knop. Hoppa, versneller. Drinken, sturen, gas geven. Je moet het maar kunnen. Oh, kut, weer verkeerde knop. Even tegen het verkeer in hier. Om eens met de bocht mee te gaan. Knipperlicht erbij was natuurlijk helemaal super geweest. Sorry daarvoor. Het is, dat is niet altijd makkelijk. Natuurlijk zit het knipperlicht niet op de ideale locatie voor mij. Ik heb verschillende knopjes natuurlijk om mijn stuur zitten voor alles. Blauw en sirene is al moeilijk om aan te krijgen als je stuurt. Want het zijn ja, 2 knopjes die, die ook meedraaien. En knipperlicht is dan nog helemaal moeilijk. Maar ik doe mijn best. Oh ja, dat is een flinke. Ja, dat is een hele flinke. We gaan gewoon via de calamiteitenroute naar binnen. En dat is via deze deur. Nou, hier hangt er ook een. Handig. Kijk, dit gaat toch veel makkelijker, ja. Hier is er niet veel rook. Dus, maar goed, ik ga het er mijn ademlijk opzetten. Ik moet ook daar rekening mee houden. We hebben hier heel veel lucht, namelijk. Oh, slachtoffer. Slachtoffer binnen aangetroffen. Ja. Brandmeester. Kijk nog even in de computerruimte of hier alles. Ja. Zo. En precies op tijd. Hallo, kan deze deur niet open? Ik zorg dat die open gaat, hè, broer. Oké, maar dan zijn. 2 slachtoffers zo te zien aangetroffen. Verkoold. Geen zin meer om die te redden. Het gaan we uiteraard wel mee naar buiten nemen, maar ik niet. Hey, het is 7:35 uur. Dat betekent dat de 24 uur dienst er al ruim op zit. Want we zijn natuurlijk om 6:30 begonnen.
op ongeluk. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Of het je een leuke video vond. Ik zie jullie graag over 2 dagen bij een nieuwe video. Zoals altijd. En ja, vergeet niet te abonneren ofzo. Dat zeg ik eigenlijk nooit. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet een blauw duimpje achter te laten. Zo, wordt gewaardeerd. Een reactie achterlaten. Weet je wat? Boeit mij eigenlijk allemaal niks. Tot over 2 dagen. Doei!